Het is 10 oktober 2013. Dit is Antwerpen Vandaag. Een heel goede avond. De naam Wies Andersen staat voor eeuwig gegrift in het geheugen van televisiekijkend Vlaanderen. Zijn show was een hit in de jaren 70 met de legendarische grappen en grollen van Johan Antires, Della Boziers en ander schoonvolk. Maar ver van de televisiespots en de glamour was er altijd ook al een andere Wies. Een man die zich zijn hele carrière door heeft ingezet voor de minder kansrijke medemens. Tegenwoordig is hij er zelfs fulltime doende mee in het inloophuis De Steenhouwer in Hartje Antwerpen, waar hij de handen uit de mouwen steekt. Een impressie. Wij gaan naar 9 voor John. En dat gaat over verwantschap. Uiteindelijk ben ik hier begonnen met uien te snijden. En eigenlijk waren er die dag geen uien nodig. En toen vroeg ik waarom moest ik zoveel uien snijden. En toen zei de chef, ja, het was om te zien of je dat eigenlijk kon. En zo is het begonnen. Dat is maar een kleine stap hoor. Om iets, je leegte in te vullen met iets goeds. Pasta met bolognese saus. Pasta bolognese. Dit. Ja, dat zijn kleurenpastakjes. En die heb je stuk per stuk moeten kleuren. Ja. Je moet hier altijd je ogen heel goed open hebben. Hè? Ik zag dat iemand het moeite had om zijn krant te lezen. Dat is mijn vriend Paul geworden ondertussen. En dat is een familiekwaal of zo. En ik ben mee naar mijn vriend Maas gegaan, André Maas, de opticien. En meteen binnen en die heeft zijn ogen onderzocht en die heeft twee brillen gekregen. Eén om te lezen en één om ver te kijken. Ik heb nooit zo'n vreugde gezien. De man die buiten gaat en die het einde van de straat kon zien, hij zag daar iemand lopen, wat voor ons vanzelfsprekend was. Dat is enorm, hè, om hem dan met een boek te zien en zo. En hij heeft nu werk, anders zou hij hier zijn. Met lange mouwen. Met lange mouwen, ja. Voor de winter al. Ja, een beetje voor de winter en voor t-shirts er anders aan te doen. Hè. Ja. Of t-shirts boven mijn lange mouwen aan te doen. Hè. Hier ligt er niks, het is daar. Nee, maar we zien wel. Hè. Nee, wel. Er ligt altijd iets gewoon tussen. Dus ik vind wel iets. Twee eten normaal voor hier, gelijk als de rijke mensen, weet je wel. Je ziet dat die dan een eigenwaardegevoel terugvinden of zo, dat ze aangesproken worden. En als het dan iemand is die mij kent nog van vroeger, ja, dan geeft dat niet voor mij, maar voor hen een kick natuurlijk. Ja. En je voelt dat wel. Dus dat, voor zulke dingen is dat nog goed. Deze winter is Ginevest, hè? Gine. Oh, dat is gewoon heel waar. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon. Als je daarvan ziet, van die mensen, dat die dat oppikken en dan later ziet hoe ze zich anders gaan kleden en werk zoeken en werk vinden en nog een mooi meisje vinden ook nog. Zo zijn er niet zoveel hoor, waar het zo vlug gaat, maar die zijn er, die zijn er. En dat geeft een enorme voldoening, ja. Satisfaction. Het is toch niet zo exceptioneel, hè? Het is exceptioneel dat mensen dat niet doen, vind ik. This is a place that I call my home. En hij zit bij ons. Welkom, Wies Andersen. Ja, we zagen het bij het begin van de reportage, de Wies Andersen Show. Daarvoor was je ook al commissaris Maigret en zo. Heel bekend, hot in Vlaanderen. Een vedette eigenlijk, een ster. Ja. Ja, toch? Ja, Vlaanderen is klein, hè. Vlaanderen is klein, ja. Maar je hebt van alles gedaan op de bühne. Je kan mij tutoyeren, maar ik ja, was niet goed. Ja, ja. Van alles gedaan op de bühne, ook tot in het buitenland. Ja. Lang in Nederland gespeeld, onder acht andere. Acht jaar in Nederland. Daarvan kennen mensen jou. Maar daarnaast loopt er nog een hele andere levenslijn. Een sociale levenslijn. Dat was trouwens eigenlijk in die show, in de Wies Andersen Show, ook al een beetje duidelijk. Want die mensen speelden, Johan Antires en zo,
Allemaal voor een goed doel? Ja, telkens, ja. Dat klopt. Ja. We maakten een keuze wat dat zou zijn. Dat was van Koning Boudewijn Stichting tot hulp aan te huizen en dat soort werk. Voornamelijk ook gehandicapten. Dat was een beetje de hoofdzaak, ja. Ja. Nu, die sociale lijn, dat is eigenlijk, ja, mag je dat zeggen, een beetje ongelukkig begonnen thuis in jouw prille jeugd. Je wil mijn ouders beschuldigen van het feit dat ik nu... Nee, dat heb je me verteld. Dat klopt. Ja, dat klopt. Ik zal het makkelijk maken. Het is misschien een reflection to my parents. Maar mijn ouders die hebben vrijwel onopvoedbare kinderen voor het onderwijs, die niet passen in het onderwijssysteem, in samenwerking met de medisch-psychologische kinderkliniek van professor Dellaert een tehuis gecreëerd waar er een 20-tal kinderen werden aangenomen. En waardoor wij als eigen kind een beetje in het niet verdwenen. Zij mochten ook vader en moeder zeggen. En dat heeft mij een beetje het warme nest ontnomen, weet je wel. Ja, dat is een gekke paradox, warme nest ontnomen. Maar anderzijds heb je daar toch wel dat sociale op gedaan. Waarschijnlijk wel, maar dat zat wel in mijn moeder en mijn vader ook. Ik bedoel, aan anderen denken. Ik heb nooit leren krijgen, heel moeilijk hoor. Als je mij wil ongemakkelijk maken, moet je mij iets geven. Ik heb wel leren geven. Ja. Ik heb het wel van huis uit waarschijnlijk. Ja, want u bent dan in Nederland gaan acteren. Daar heb je sociaal werk gedaan in de gevangenis. Hier ook vaak, luisterend oor in de psychiatrie. Met kerst naar terminaal ziek. Voedselbedeling in New York gedaan, las ik. Ja, dat moet je niet overdrijven. Maar het is, als ik daar kom, dan ga ik me melden. Dat ik vrij ben om te helpen. En meestal als het dan in de winter is, dan ga ik in een grote vrachtwagen. Dan wordt het eten gebracht en dan staan ze in rij te wachten, de homeless people. En dan bedeel ik mee eten uit. Zoveel is dat niet. Hè. Maar goed. Dus je vindt dat belangrijk om zwakkeren te helpen? Mensen, ik hoorde het in het interview, wat eigenwaarde geven, ze weer op weg te zetten. Ja. Dan denk je, dat is een missie bijna? Nou, ja... Dat is een groot woord, hè? Ja, een dan wordt het wat pathetisch natuurlijk. Dat is een groot woord, maar daar komt het toch op neer. Nee, maar als je mij vraagt waarom doe je dat, dan zeg ik altijd een beetje brutaal. Ja, dan moet je vragen aan de mensen die niks doen, waarom doe je dat niet? Ik vind het normaal. Dus het is, voor mij is het een hele normale gang van zaken. Als ik iets tegenkom... Ik heb een beetje een geobsedeerd eerlijkheidsgevoel. En ik vind dat de basis van dat alles is zeer unfair. Ik bedoel dat mensen minder bedeeld zijn en niet geholpen worden als ze kunnen. Ik heb het voor je meegebracht. Ik was in de auto op weg hier naartoe en iemand geeft me dat alsjeblieft help me om te leven met twee kinderen. Heel belangrijk. Ik bedoel, als de mensen, zo'n moeder op de straat moet gaan om van auto tot auto aan de lichten moet bedelen, dan is er toch iets mis bovenop, ja? Bovenaan, denk ik toch. Hè? En dat raakt jou dan? Ja, het raakt me, natuurlijk, ja. Ja. En mag ik dan denken dat sommige mensen verrast zijn, dat ze die glitter en glamour wies kennen en dat dit de man is die... Oh. Nee, daar denk ik niet aan. Daar denk ik niet. Dat komt bij mij niet op. Ik doe dit spontaan. Ik heb echt geen. Ik zou niet weten om er een mooi woord voor te vinden. Ik weet het niet. Het is spontaan, het is gedreven, het is een manie. Want dat is al ziekelijk, hè? En dus ik weet het niet. Echt niet, Mark. En sinds 2004 ben je betrokken bij De Steenhouwer. Dat is een inloophuis voor mensen die weinig of niks hebben in Antwerpen. Wat gebeurt daar? Wat doe je daar? We hebben er een paar beelden van gezien. Wel, ik ben me gaan aanmelden om in de keuken te werken. En daar ben ik een tijd gebleven. En dan ben ik met mijn eigen visie over de zaak... heb ik dan goed contact gevonden over mijn visie... met Alain de Bosseren, die daar... de zaak runde. En dan is gekomen het Music for the Homeless. Ja.
En dat is nog gebaseerd eigenlijk op wat je zegt, dat er nog wat belangstelling was voor die naam toch. Ja. En dat is gebleven en dat gaan we nu weer doen, ja. Ja, reageren de mensen op die naam ook? Blijkbaar, anders had ik het... Ik heb een stichting, een foundation opgericht. En waarom heb je een stichting opgericht? Doet de overheid onvoldoende? Nee, natuurlijk niet. Nee, helemaal niet. En als ze het doen, dan is het fout. Ik bedoel, OCMW is het fout. Dat is... Ik ben niet hier naartoe gekomen om daar over uit te wijden, maar de overheid doet onvoldoende. Het is in handen van mensen die elke dag opnieuw belangeloos zich inzetten voor die mensen. Ja. En wat kan de overheid meer doen volgens jou? Dat weet ik niet. Zij hebben daarvoor gestudeerd. Hè? En zij geven zich daarvoor uit tijdens de verkiezingen en zo. En later zie ik dan toch maar weinig gebeuren. Ja. Ik bedoel, opvang. En ik zie zoveel kinderen die niet te eten hebben. Als ik zie dat op televisie. Ja. Zie je het ook toenemen in dat inloophuis? Dat neemt toe. Ja, ja. Daar niet. Maar ik zie bijvoorbeeld op televisie hele reportages daarover. Over mensen die, over kinderen die niet te eten hebben en in krotten wonen en zo verder. En dan vraag ik me af of dat nou journalistiek voyeurisme is, of ze daar inderdaad iets mee gaan doen en wat ze dan gaan doen. En als het bij de mensen iets wakker maakt, hoe reageren ze dan praktisch? Dat is eigenlijk de vraag. Nu, ik ga jouw leeftijd niet meegeven, jouw leeftijd, maar je zou kunnen achteroverleunen en zeggen, ik heb intussen mijn best gedaan voor de samenleving, ik leun achterover, dat doe je niet. Je hebt dat fonds opgericht en daarvoor wordt op 21 november een groots benefiet georganiseerd. Ja, vertel. Ja. In de Zuiderkroon. Dit jaar komen... het is met muziek. Muziek en eten. Ja. A walking dinner. Zoals verleden jaar. Dat had veel succes. En wie komen? Belangeloos. Dat zijn Raymond van het Groenewoud, De La Boziers, zeg maar, Vlotstone. En nog iemand die we nog voorlopig niet kunnen noemen. En dat werkt. Dat werkt. Wil je er nog iets meer over weten? Ik ben blij dat ik dat mag vernoemen. Mag iedereen komen? Kan iedereen komen? Iedereen wat kost kan komen. De kosten, ze krijgen iets toegestuurd. Het staat op Facebook, het staat op mijn blog. En, moet ik een prijs noemen? Ja. Het is dan wel, moet wel beter, een volledig diner is met een muzikale avond. €55 per persoon, wat toch niet overdreven is. En dat gaat integraal... Naar, een gedeelte van de Steenhouwer is voor voedsel. En dan een nieuw project dat we willen steunen graag. Dat is waar we mensen zelfredzaamheid willen bijbrengen. Ja. En dan naar arme kinderen die niet te eten hebben. En dat is acuut. Daar willen we direct iets aan doen met kleine bedragen. Het vindt plaats op 21 november. Dus het cliché wil, stot op mijn kaartje, maar zo ben jij eigenlijk het verhaal begonnen. Het cliché wil dat geven fijner is dan krijgen. Is dat jouw levensmotto? Ja, toch wel, ja. Ja. Daar kunnen we dan op afronden. Ik wens jou heel veel succes. En met ATV kunnen we dit initiatief alleen maar toejuichen en steunen. We zullen het laten schallen. Daar kan je op rekenen. Bedankt voor dit gesprek. Ik dank jou in de eerste plaats. Respect. Uit naam van voor wie het dient. Ja. Dit is meteen het einde van deze Antwerpen Vandaag. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen. Nog een goede avond.